Ik ben Veronique en ik manage het Free Legal Advice Center en ben daarnaast docent Clinical Legal Education hier aan de UvA. In het Free Legal Advice Center geven we gratis juridisch advies. Dat advies wordt gegeven door maatschappelijk betrokken studenten. Het is laagdrempelig advies, dat betekent toegankelijk voor iedereen. En er is veel vraag naar. We krijgen gemiddeld 1000 vragen per jaar. Dus we kunnen veel mensen helpen. En dat maakt het extra leuk ook voor de studenten, omdat zij de kans krijgen om met echte cliënten te werken, met echte juridische problemen, in tegenstelling tot een verzonnen casus op een tentamen bijvoorbeeld. Ik ben Jip Rietveld, rechtenstudent aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben inmiddels al 1,5 jaar werkzaam bij de Stichting Wetwinkel Amsterdam. Het leuke aan dit werk is dat je je kennis die je opdoet in de schoolbanken in de praktijk kan toepassen. En dat je met echte mensen en echte zaken werkt. Dat je daar ook echt voor door het vuur wil gaan voor die mensen. Net even dat extra beetje wil geven. Ik weet nog niet precies wat mijn toekomstplannen zijn. Ik vind het daarom ook juist heel fijn om bij de wetwinkel te werken. Omdat ik op deze manier in verschillende rechtsgebieden kan kijken wat me aanspreekt. En daarnaast werken we ook samen met advocaten die een beeld geven in wat zij doen in hun praktijk. Mijn naam is Rogier Visser, ik ben advocaat in Amsterdam en ik ben oud-wetwinkelier en nu begeleider van de wetwinkel. Ik vind het heel leuk als oud-wetwinkelier inmiddels op kantoor op de Keizersgracht om op donderdag samen met de wetwinkeliers, mensen die helemaal geen advocaat eigenlijk kunnen betalen, om die te helpen en daar op die manier een maatschappelijke bijdrage te leveren. Ik vind het initiatief van de Law-Op heel erg leuk, want daarmee kan je de theorie van de universiteit meenemen naar de praktijk. Ik ben echt ontzettend trots op het team wat we hebben bij de wetwinkel. Hoeveel zaken we oppakken met elkaar en hoeveel mensen we daar ook mee helpen. We maken echt een verschil in de maatschappij daarmee, denk ik.